Roderick, van tevoren had jij gezegd dat de Rijnsburgse Boys deze wedstrijd met 3-1 zou winnen. Had je wel die twee kansen die jij in de eerste helft had gekregen, had je ze erin moeten schieten? Klopt. Ja, het ligt aan mij. Ja, dat is wel duidelijk. En ik had ze eigenlijk wel geteld, zeker de eerste. Nou ja, goed. Ze hebben ook een goede keeper. En ja, die pakt ze goed. Wel een unicum dat jij in één helft twee dotten van kansen krijgt. Ja, het bevalt me wel. Dus ik weet niet, ik moet even terugkijken wat ik nou precies aan het doen was dan. Maar in ieder geval aansluiten. Nee, zeker een unicum. Maar goed, nu, je wil natuurlijk even wat meer vibe, of in ieder geval wat meer energie erin steken ook. Omdat het beladen tijd is geweest. Zeker ook een beladen week. En ja, goed, dan hoop je in ieder geval de jongens wat extra boost te geven. Door in ieder geval zelf voor volle bak te gaan. En ik denk dat het hele team meedeed. En misschien wel meer dan dat. Want sommigen waren echt top. Nou hoor ik van jullie trainer Martijn Lagendijk dat jullie elke week alles willen geven. Waarom komt het er vandaag dan wel uit? Nou ja, hetzelfde als wat hij zei. Kijk, als die meters tussen de linie 60 meter zijn, dan kan je Real Madrid zijn, maar niemand komt in duel. En dan is de intentie er echt wel, maar het ziet eruit dat je niet in duel komt. En nu waren die meters, denk ik, 10, 15, misschien 20 meter, die zijn aan te lopen. En dan kom je in duel. En ja, dan ziet iedereen van, hé, hey, jullie zijn het wel 100% bezig. Ja, altijd, alleen die meters waren te groot. Kan je nu zeggen dat we het lek is boven bij Rijnsburg? Ja, lek. Ik zit er ook al een tijdje. Jullie kennen het ook al lang genoeg. Dus laten we in ieder geval zeggen dat we gewoon hierop kunnen doorbouwen. En ik denk dat het wel goed is voor het moraal. Want je hoeft echt niet aan heel veel jongens het voetbal te leren. En we zijn het ook niet verleerd. Ik denk wel dat het moraal een bepaalde boost moet krijgen. Misschien was dit wel even nodig. Zeker tegen een prima Quick Boys. Wat goed heb ingekocht trouwens. En kwalitatief gewoon hoog mee kan doen. En daarin hebben we gewoon prima weerstand geboden in een periode dat wij helemaal niet top zijn en veel missen. Natuurlijk moet ik je ook nog feliciteren vanwege je jubileum. Dat is al 4 weken geleden. Maar goed, daarna werd je ziek en 2 uitwedstrijden. Dus vandaag was de viering. Vond je dat niet een beetje raar? Ja, nou ik moet zeggen, beter moment kan niet toch? Ja, Quick Boys thuis, veel mensen. Dus nee hoor, ik zou het zo nog een keer... Nee, uiteindelijk was het anders ook die week geweest. En nu is het nu, dus dat is prima. En jij hebt in je periode, 9 seizoenen nu bij Rijnsburg, nog nooit thuis van Quick Boys verloren, hè? Klopt, ja. Nou ja, wat dat betreft, prima. De statistieken wel, toch? Ja, ja, mooie statistieken. 200 wedstrijden, nu 203 of 4. De grote vraag, 9 seizoenen, 10 seizoenen is ook een mooie statistiek. Neem je dat in je overwegingen mee, dat misschien dat ook een hele mooie serie is om dat af te sluiten? Ja, ik neem alles mee. Dus ook dat. En kijk, zolang ik fit blijf, ik kan wat betekenen voor het team. En ook voor de ploeg en de trainer die op dat moment er is. En nu is het Martijn, misschien volgend jaar ook. En je ziet dat nog steeds, ziet mij nog steeds lopen in zo'n groep. Daar kunnen we altijd over praten, maar voorlopig wil ik eerst gewoon lekker die potjes spelen. En ik heb wel gezegd, als je 20 potjes hebt gespeeld, kan je eigenlijk niet stoppen. Maar daar zit ik nog niet op, dus. Nou, volgens mij geef je nu bijna al het antwoord. Ja, maar dat is ook niet, je hoeft ook niet te gissen. Ik hou nog steeds van het spelletje en dat doe ik zeker ook bij het team en bij Rijnsburg.